Kinderzoekfamilie, leuk dat jullie er zijn bij weekvlog 2 deze week. Ik hoop jullie dat jullie de eerste Hallo lieve zoekfamilie, wat leuk dat jullie er weer zijn bij weekvlog nummer 2 alweer. En ik hoop dat jullie de eerste heel erg leuk vonden van afgelopen vrijdag. En je hebt gezien dat ik het gewoon heel erg druk heb gehad. Stan die moest in de tussentijd gewoon naar school, die is met zijn examens bezig. Die heeft dan deelexamens. Hij doet dan dit jaar doet hij een deel en volgend jaar doet hij een deel. Toen zijn we nog bezig geweest met een andere televisie tweedehands, want zijn televisie die werd heel erg heet. Toen waren we daar weer mee bezig. En ja, zo lopen al die dingen door elkaar en alles ging maar door en ik was eigenlijk al wel heel erg moe. Toen kregen we nog een uitnodiging om eens bij de ezelsociëteit te kijken. Er was een beetje een miscommunicatie. Ik ben er wel heen gegaan en toen ik daar aankwam, was daar niet de bedoeling dat er heel veel mensen kwamen. Gelukkig waren het er maar 5. Dus anders werd het gewoon te druk voor die mensen die daar werkten en voor de ezels. Kan ik verder niks aan doen. Er is ergens iets misgegaan. Communicatie, organisatie, ik weet het niet precies. Ik heb in ieder geval wel wat dingetjes kunnen filmen. Dus hierbij wat beelden van de ezels die daar allemaal zitten. De ezels zijn allemaal opgevangen, ze hebben allemaal een eigen geschiedenis. Ik heb wat foto's gemaakt van een paar ezeltjes die er zitten. Daar hing een plakkaat van. Die zal ik nu even laten zien. Als je dan even wilt lezen wat die dieren mee hebben gemaakt, dat is misschien wel zo makkelijk. Dan kun je even het beeld stilzetten, kun je even rustig op je gemak dat papier lezen, dan weet je een beetje wat er aan de hand is met die dieren. Zo hebben ze allemaal hun eigen verhaal. De ene is mishandeld, de ander die zou misschien voor de slag, de ander die werd verwaarloosd, de ander die komt van een kinderboerderij. En zo is er altijd wel iets aan de hand geweest met die dieren. Allemaal heel sneu en die mogen daar dus nu gewoon blijven wonen. En het is natuurlijk een hartstikke mooi initiatief. Die mensen die doen het allemaal wel zelf en het zag er heel erg mooi en netjes en goed verzorgd uit. Hé, hey. Uitgegeten. Oh. Hallo. Ja, toen moest ik nog weer terug. Uiteindelijk kwam ik bij de bus aan. Toen moest ik nog 38 minuten wachten totdat de bus eraan kwam. Ik mocht even hier aan de overkant in een hotel. Ik mocht daar even gratis plassen. Dat heb ik heel luxe geplast. En anders had ik daar niet opgehouden zo lang. Dan moet ik zo meteen weer 45 minuten in de bus. Nou, de rest van de dag heb ik even een beetje rustig aan gedaan. Dieren weer verzorgd. Naar bed gegaan op tijd. Stan had een logé.
En dan de volgende dag weer verder met de dagelijkse dingen. Afwassen, dieren weer verzorgen. Tussendoor ben ik nog bezig geweest met het maken van een schilderij. En dat hebben jullie misschien al een stukje voorbij zien komen in het introductiefilmpje. Hij is nog niet helemaal af. Hij is nu echt helemaal droog. En dan moet ik daarna nog even met fijne lijntjes alle details helemaal inkleuren. Dan moet ik even op mijn gemak voor gaan zitten. Dat film ik uiteraard ook. En daarna maak ik er één video van, zodat jullie van het begin tot het eind kunnen zien hoe ik dat schilderij heb gemaakt. En ik denk dat ik dat nog wel vaker ga doen. Als ik even wat meer rust heb, dan wil ik dat zeker oppakken om gewoon een dier te pakken en daar een schilderij van te maken. Misschien kan ik wel een keer een schilderij voor één van jullie maken en dat filmen, als dat leuk is. Maar dan moet ik echt zeker weten dat ik daar de tijd voor heb, want anders dan moet iemand zo lang wachten. Nu is het mijn eigen schilderij, dus ik kan daar de tijd voor nemen hoe lang of ik wil. Ik heb hier een schilderij. Dat wil zeggen, het is nep. Het is een. Daar moet je niet op gaan staan, want dan gaat hij kapot. Het is een soort druk. Het verhaal hierachter, hoe ik hier aankom, is wel heel grappig. Alleen, ik ga hier overheen schilderen. Dat zal ik even van tevoren zeggen. Ik ga hier een schilderij opmaken. Hoe ik hier aan ben gekomen, was als volgt. Er waren een paar kinderen die deden, dat was toen een beetje in, dat is al nu 5 jaar geleden ongeveer. Kwamen er een paar kinderen aan de deur. Die wilden van iets kleiners iets groters maken. Dus ze kwamen bijvoorbeeld met een berenknuffeltje. Ging ze aan de deur en dan zegt ze, ik wil graag een berenknuffeltje ruilen voor iets wat iets meer waard is. Nou, en dan kregen ze bijvoorbeeld een klok voor terug, een wekker of zo voor terug. Dan gingen ze weer met die wekker naar iemand anders aan de deur. En dan van, oké, ik heb hier een wekker, heb jij wat groters voor mij? Toen kwamen ze zo ver dat ze dit schilderij hadden. Dus toen kwamen ze bij mij, ik heb hier een schilderij, heb jij wat groters voor mij? En volgens mij heb ik hun toen een elektrisch apparaat gegeven die ik niet meer gebruikt heb. Ik weet helemaal niet meer eigenlijk wat ik hun heb gegeven. Oh ja, met een televisie volgens mij. Ik zeg, ik kan hem wel ruilen voor een televisie. En toen gingen ze dus met die televisie gingen ze weer verder kijken of ze nog weer wat hogers ervoor kregen. Dus dat was heel erg grappig bedacht. Het is misschien ook wel leuk voor een video om dat er ooit eens te proberen. En ik ga hier overheen proberen te verven. En ik heb een heel erg leuk idee. Ik wil ook geen... Denk ik geen schilderij maken die heel echt lijkt, maar gewoon iets leuks. Iets grappigs. Iets vrolijks. En dat ga ik proberen. Kunst van de natuur. Hoe mooi is dat? Kijk eens naar die lucht. De lucht die trekt in een snel tempo dicht nu. Het is behoorlijk warm geweest. Zo, flits 1. Ja. Laat een dikke hagelsteen. Met onweer en het hagel, ik moet even de grappen te deur open doen. Maar dat... Ah! Ah, Nadi, Nadi! Normaal! Zo, ik heb hier wat straatstenen ingelegd. En een hele grote hooibak gemaakt. Daar kunnen ze de nageltjes mooi aansluiten. De rest moet ik nog schoonmaken.
misschien. Zo. Ik heb wat bloemetjes gekocht. Kijk. Bloemen in de tuin, want dat was helemaal kaal. Er stond een heg. Die heg die deed het niet meer. Dus heb ik een paar bloemetjes in de tuin. Nou, hoe nice. Zet je jongen op nest. Jongens, het is niet scherp, maar zet je jongen op nest. Oh, kijk dan, hij gaat vleugeltjes uitspreiden. Die zijn zo meteen groot genoeg om nest te verlaten. Er staan allemaal koeien beneden. Allemaal kikkers. Dit zijn allemaal kikkergeluiden. Morgen allemaal. Heb je een olifantje? Ja, eruit. Hoe kaboutertje? Nou, dat heb ik toch mooi gedaan. Ik ben nu even bezig met het bad klaarzetten. Ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. Ik had op Marktplaats even een tweedehands zo'n zwembad gekocht die ik vorig jaar ook had. Op pootjes. En heb ik eventjes wat goedkopere vijverfolie gekocht. En dan maak ik een mooi vijver van voor Cleo. En de achterkant heb ik even omhoog gedaan. Omdat ik bang ben als ze gaat klimmen en dat ze me dan de tuin in gaat. Zodat ze er niet uit kan. Ik moet alleen nog even een net hebben hierover. Alleen voor nu kan ze er dan zometeen even in. En dan kan ik even aan de slag met de bak. Hij wordt zo mooi. Even lekker buiten zwemmen. Ga ik zo even jouw bak helemaal opknappen. Ja, ik kan nu even buiten zwemmen. In deze omgetoverde zwembad met vijverfolie eromheen. Ik wil daar nog even aan de buitenkant wat hout omheen maken. Zo, nou, ik heb het nu in ieder geval even provisorisch zo opgelost. Dan wil ik dus daar
hout helemaal langs, die ongeveer de hoogte heeft als die achterwand. Dan krijg je dus een houten bak eromheen. Met een beetje fantasie, snap je wat ik bedoel? Ik heb op die hoeken heb ik gaas gedaan, omdat ja, ze kunnen nou eenmaal heel erg goed klimmen. Zo hebben ze misschien steun aan, aan dat folie. Dus dat moeten we niet hebben, want dan ben ik dus ook kwijt. Ja, dat was lekker. Ja, dat was lekker. Lekker zwemmen, hè? En je bent dus zo lief. Ja, niet zo lief. Zo, gisteren eventjes de bak helemaal schoongemaakt toen Cleo buiten in het bad was. Dat kwam even heel erg mooi uit. Dat was mooi weer. Ik kon ze eventjes naar buiten toe. Kon ik eventjes de hele bak helemaal goed schoonmaken. En nou krijg ik vanavond van iemand een soort zwarte speciebak. Die bak die is 80 centimeter, dus die komt ongeveer tot hier. Dan ga ik even kijken of ik daar een goed eiland voor kan maken voor haar. Want ja, dit is niet echt wat. Hier aan de onderkant. Ja, het moet even zo, omdat het niet anders is. Maar het liefst heb ik dat ze er gewoon helemaal onderdoor kan zwemmen. Dus dat het hier gewoon hierboven hangt. Ze heeft nu dus binnenfilters gekregen. Die heb ik aangeschaft. De capaciteit is natuurlijk vele malen minder dan deze pompen. Ik had twee van deze pompen erop staan die 1000 liter per uur pompten. En deze die doen ongeveer 600 liter. Nou zit er nu geen 600 liter in omdat het niet helemaal gevuld is. Dus ik moet het vaker schoonmaken. Dan moet ik even in de gaten houden. En dat ik eventjes iedere keer met de slang even de viezigheid opzuig. En ja, even opletten dat ze niet te veel voer krijgt. Ze mag trouwens ook niet zo heel veel meer eten. Want ze wordt nu een stuk zwaarder. Ze mag nu wat meer groenvoer eten in plaats van de brokjes. Dus het zijn en pellets en gedroogde beestjes die ze dan eet. Ja, zo'n schildpad is niet vegan. Alleen ze mogen nu wat meer groente hebben als ze wat groter wordt. Dus hier een klein beetje van per week. En de rest wat groente. En dan hoop ik dat ze in ieder geval niet te zwaar wordt. Ja, het is allemaal kalkaanslag wat er op het glas zit. Dat is jammer. Cleo die gaat nu richting de 25 centimeter en ze weegt inmiddels zo ongeveer een kilo. Dus ze wordt al echt heel erg groot. Het viel buiten heel goed te zien en ze buitenpad was. Nou, dit is natuurlijk nog vrij ruim wat ze nu heeft. Het liefste geef ik haar een hele grote vijver wat ze lekker kan zwemmen. Maar voor nu kan ze hier nog wel mee doen. En als het heel erg mooi weer is, kan ze gewoon iedere keer even lekker naar buiten. Zij vindt dat niet stressvol. Ik had het ooit eens een keer op zijn schildpaddenforum gezegd. En toen zei ze, ja, dat is veel te stressvol, bla 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 bla. Nou, weet je, ik kan haar gewoon rustig oppakken. Ik zet haar in het water. Ze zwemt rustig rond, ze schiet niet weg. Ze vindt het heerlijk. Ze zit dan even te wachten op dat ze wat te eten krijgt. En dan gaat ze een beetje baantjes zwemmen, lekker relaxen. En als het zonnetje schijnt, dan is ze heerlijk met de pootjes achteruit aan het zonnen. En als ik haar weer eruit moet halen, dan komt ze naar me toe zwemmen, kan ik haar rustig pakken. Voor haar is het geen stress. Dus ik ben nog aan het struinen naar planken om daar gewoon een heel mooie houten bak omheen te maken. We moeten wel een vrij hoge rand aan zitten, zodat ze er niet uit kan klimmen. En het liefst even iets van een net of zo eroverheen, als ze erin zit, dat ik er even overheen kan trekken. Dat er geen roofvogels bij kunnen en niet dat ze er zelf uit kan. En dat was hem alweer. Ik zeg het altijd maar, gaat altijd best wel snel voorbij. Sommigen vinden de video's wat te lang. Anderen die zeggen van, nou ik vind het hartstikke mooi. Anderen zeggen, kan me niet lang genoeg duren. Ja, het is gewoon lastig als ik een weekvlog maak. En ik heb zoveel meegemaakt om dat in 5 minuten te proppen. Want dan krijg je een ding 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 video. Ja, dat is gewoon niet echt mijn ding. Dus ik probeer hem om rond een kwartier te houden. Daarom zei ik al, ik kon ze niet samenvoegen, want ik had zoveel te vertellen nog. Dat ging gewoon niet. En ik heb nog meer dingen die ik nog moest filmen. Daar kan ik misschien wat aparte video's van maken. En dat komt vast allemaal goed. Ja, en zo zijn er nog wel meer dingen die allemaal nog komen gaan. En die ik allemaal laat zien wat ik dan heb gedaan. En dan maken we weer een video van. En dan laat ik jullie weer weten wanneer die video online is. Ik probeer altijd in ieder geval op vrijdag een video online te hebben, sowieso. En voor de rest kondig ik het aan als er een andere video nog aankomt.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben, te delen. En kost helemaal niks, helemaal gratis. Nog steeds denken mensen dat het geld kost om te abonneren. Zou ook eigenlijk moeten zeggen, volg mij in plaats van abonneren. Want abonneren kost meestal geld. Dit kost geen geld. Mij help je ermee. Ik wil jullie bedanken. En ik zie jullie graag weer terug bij de volgende video. Doei!